topdrukte in het Waddengebied. Ieder voor- en najaar vliegen miljoenen trekvogels heen en weer. Het Waddengebied is de belangrijkste tussenstop voor vogels op de zogenaamde Global Flyway. Tussen het Arctische gebied in het noorden en de warme streken aan de Atlantische kusten van Afrika in het zuiden. Dit is ook zo voor de kanoetstrandloper, of in het kort kanoet. Het Waddengebied biedt een waar eetfestijn voor de kanoet, die zich hierop heeft aangepast. Zo heeft de kanoet een bijzonder gevoelige snavel, waarmee hij door te prikken drukverschillen voelt in de wadbodem en zo makkelijk schelpdieren kan vinden. De kanoet eet schelpdieren zoals kokkels en nonnetjes, die hij in zijn geheel doorslikt. De maag van de kanoet is zo groot en sterk dat de schelpen worden vergruisd. De schelpdieren zijn de brandstof voor de kanoeten. Dit hebben ze nodig om grote afstanden te vliegen. Dit doen ze in recordtijden. Ze kunnen wel 6000 kilometer afleggen in 3 dagen. Ook andere trekvogels zouden zonder het Waddengebied deze tocht nooit kunnen maken.